President Chandrika Prasad Santokhi heeft woensdag de Raad van Toezicht bij het Management Instituut GLIS vervangen. De nieuwe raad wordt geleid door Anenda Veldman. De raad bestaat verder uit de leden Adit Kumar Sunanden Weentellicht, Dinesh Kalpo en Rido Banai. GLIS staat voor Grondregistratie en Landinformatiesysteem. Het GLIS geeft onder meer invulling aan het grondwettelijk recht op bescherming van eigendommen van burgers en investeerders. De Raad van Toezicht is benoemd voor een periode van 4 jaar. De president drukte de nieuwe raad op het hart om het werk naar behoren te doen en de dienstverlening naar het publiek te verbeteren.